Ja, ik ben in beeld. Ik heb dus zojuist nieuwsuitzending 127 gedaan. Maar dat was fout. Want de ene laatste, degene daarvoor, was 125. Dus dit wordt uitzending 126. Die moet gewoon tussendoor, want anders is het niet consecueel, opeenvolgend. Dat consecueel. Dit is 126. En dat wordt heel mooi, dat wordt ontzettend humor. Want morbide. En morbide, dus dat is dodelijk of zo, hè? Heel slecht. Wil ik even, we gaan het hebben over als ik doodga, want dat gaat dus wel gebeuren. Ik ben dus bijna 60. Een beetje opschepperig, weet ik ook wel. Maar bijna 60. Maar ik word geen 120. Dus er komt een moment en dan. En wat moet je dan met mij? Ja? Daar gaan we het gewoon lekker over hebben. Nou, kijk, dit vind ik dus zelf even kijken waar het begin is. Dat is hier. Dit vind ik dus helemaal niks. Dit hoef je met mij niet te doen. We gaan maar even kijken. Dit is een soort mossel. Ja, die neem je er dan uit. Het lijkt wel penissen, man. Het lijkt wel ontzettende lullen. Ja, die worden dan zo met een plastic eromheen, allemaal lekker fris. Ja, gaan we kijken welke goed zijn. Dat wordt heel mooi gedaan, hoor. Ik ga er even een beetje doorheen skippen, maar dan is het allemaal zo saai. Maar deze, die worden er gewoon gekweekt om opgegeten te worden. Hè? En dat heb ik dus liever niet. Ja, niet bij leven. Daar stond je Christus Jezus ook bij stil. Je eet geen levende dingen. Nou, hier gebeurt het dus wel. Het is, deze beesten die worden gekweekt. En dan wordt het eruit gehaald. Daar heb ik ook nog zo'n filmpje. How to clean. Even kijken hoor. Wat is de snelste? Even kijken hoor. Yep, nee, dan moet je deze hebben. Doe het werk met mij. Oh, 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 oh. Ik heb zo'n hele leuke film gezien. Oh, daar is hij al. Oh, nee, het gaat wel goed. Ja. Ik sta natuurlijk op te nemen. En dan duurt alles een beetje langer. Ja, kijk, en zo doe je dat dan, hè? Het is gewoon een levend beest. Oké, ja, ratseflats, 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 ratseflats. En dat ding eraf halen. Ja, gewoon lekker snijden. Ja, niet een heel scherp mes. Je hebt wel een beetje kartelmes. Is wel handig. Dan trek je hem eraf. Ja. Nou, en dan heb je dus dat over. Dat haal je eruit, hoor. En dan, ja. En het vervelende hiervan is dat dat beest dus niet eerst dood was voordat het voedsel werd. En dat vind ik, het is op de grens, hè. Bijvoorbeeld bij zo'n mossel. Want dat is het toch, een of andere schelpdier. Met een enorme lul. Iedere vrouw die zou er gewoon penisjaloezie van moeten krijgen. Dat is een goede lul, zeg. Nee, maar die wil ik ook. En hoe maak je zo'n ding dan schoon? Dat is een heel gedoe, man. Dat moet je wel peuteren. Want het velletje moet eraf. Dat schijnt niet lekker te zijn. Dus de vel van de. Ja, kijk, en hoe je het zo trekken. Dat is echt, dit is echt smerig. Dit heb ik eerder gezien. Ik heb een andere film gezien. Maar net of je er een condoom van afhaalt. Ja, je kan hem ook gebruiken als condoom, denk ik. Nou, dan moet je de volgende pakken. Ja. Afpeuteren. Ja, dan moet je met mij dus. Ja, dat is, ja ik zou dat zelf niet. Wat ik zelf niet. Niet leuk vind is dat ik levend gechopt word. Ik heb eerder lief dat je gewoon wacht tot ik dood ben. Tot verrekening, ik ben al bijna 60, dus jullie zijn bijna van mij af. Dus je moet ook niet zo zeuren. Hè? Het ergste is voorbij, mensen. Toen ik 13 was, toen mapte ik nog andere jongens. Oh, maar dit is mooi snijden. Oké. Okay. Oh, dat heb ik niet gezien.
Ja, dit is een sushi bar film dit, hè? Om die penismosselen even te pakken. Mooi overlangs door. Een verschrikkelijk scherp mes. Hoppakee. Weg ermee. Ja, en dan mag je mooi fileren. Ja, dan moet dat achterste stukje, dan moet er af. Dat heb ik in die andere video ook gezien. Oh, deze meneer laat er een klein stukje op zetten. Maar dit hoef je met mij niet te doen. Dat streef ik niet naar. Hè? Om het maar zo grafisch mogelijk te zeggen. Dan heb je deze. Dit is ook een hele mooie. Dit is mij ook niet waardig. Hè? Dit wil ik niet. Die krab die ligt lekker op zijn rug. En in principe vind ik dat ook lekker. Lekker op mijn rug liggen. Ik doe niets lievers dan op mijn rug liggen. Maar wat er dan allemaal gebeurt. Het is wel een koningskrab. Het is wel een grote jongen. Hè? Ja, die mens. Oké, en dan komt hij. Hoppakee. Hat, daar gaat hij. Flotse, flots. Ja, en dan is het weg met de krab. Hè? Het is mooi kut als je jeuk hebt. Want dan, als je jeuk hebt en je hebt geen krab, dan ben je wel een beetje slecht bezig. Het was een grap natuurlijk, hè? Over een krab. Nou, dit moet je ook niet met mij doen. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dat vind ik gewoon niet geinig. En baba, weet je wel. Dit lijkt wel wat we gedaan hebben in Indonesië. Met die Molukkers en Ambonezen, Surinamers. En die krab die blijft maar doorkrabbelen, hè? Dus het helpt echt heel goed tegen die jeuk. Gaat gewoon lekker door. Nou, schoon borstelen. Ja. Alle rommel eraf. Hoppakee. Dwars door de midden. Maar de rest van mij, als ik dan deze krab was natuurlijk, hè, die ligt er nog een beetje te krabbelen. Of beweeg ik nou niet meer? Dus valt het mee? Zou wel kunnen. Maar ik vind het gewoon niks. Ik vind echt dat mensen moeten wachten tot ik dood ben. En dan mag je me opvreten. Mijn punt erbij is dat je niet mij moet opvreten. Want ik heb mijn hele leven lang, nou nee, niet mijn hele leven lang, maar vanaf mijn 16e heb ik alcohol gedronken en gerookt, verkeerde vrouwen geneukt. Ik heb echt alle stomme dingen gedaan die je maar kan voorstellen. En moet je mijn vlees opeten? Nou, ik denk het niet. Maar wat moet je er dan mee, ja? Ik zou mij zeker niet rauw gaan eten. Dat zou ik gewoon niet doen. Zonder meer een stom idee. Maar om mij nou uit te benen en daar hamburgers van te maken, dat lijkt me ook niet zo'n goed idee eigenlijk, hoor. Want je weet niet wat je binnenkrijgt, snap je? Ik ben een bikkel, ik kan overal tegen. Ik heb ecstasy gebruikt, ik heb speed gebruikt. Zo'n koningskrab, die kan je misschien nog enigszins vertrouwen, maar doe dat met mijn lichaam niet. Zou het wel fijn vinden dat mijn lichaam opgegeten wordt natuurlijk. Dat ik terugkom aan de natuur. Want ik wil één zijn met jullie allemaal. En als ik dood ben, wat maakt mij het uit dat je mijn teennagels eruit trekt voor de teennagelverwerking? Ik ben toch dood. Ik heb nog nooit gehoord van iemand. Kijk, hij beweegt nog. Die krab, zie je dat? Als je maar een goede mes erin duikt. Man, hoppakee. Hoppa. Hij beweegt er nog steeds, hè? En die man maar werken. Maar dit moet je met mij niet doen. Oké, hij beweegt echt nog. Beetje water erop om alle rommel weg te spoelen. Dit is niet wat ik zoek. Ik leef het gewoon even als voorbeeld, hè. Van wat je niet wil. En nu wat ik niet per se wil.
Maar wat een mogelijkheid is, om maar te beginnen. Want ik ben geen koningskrab. Hè? Dus je moet toch wat met mijn lichaam. Dan zet ik even een stopbord. En dan gaat die weg. Hoppa. Dit wil ik. Dit is echt op z'n Duits supergeil. Een madenboerderij heet dit. Dat is echt heel makkelijk te maken. Je hebt gewoon zo'n ton nodig. Je kan heel veel goedkoper. Ja, kijk, dit is gewoon een of andere emmer. Met gaten erin. Ja, die had je toch al een keer gekocht. Van long life vegetable oil of zo. Ja, toch al een keer zo'n emmertje gekocht. Die heb je over, heb je niet weggegooid, want je bent eco. Nou, dan heb je zo'n emmertje over. En die andere, dan heb je tie wraps, heten die dingen. Duurt ontzettend lang hoor, deze film. Die man die denkt echt dat ik een of andere moron ben. Maar goed, kijk maar naar het idee. En die gaten, die moet je er dus in maken. En dan doet hij daar dus een gaasje in. Dat is allemaal ontzettend spannend. Dit is dus waar ik in wil verdwijnen. Het is mijn wens. Het is mijn testament. Je hebt die morele mensen, die heten dan piraten. Maar die zijn dan wel zo moreel om een gouden ring in hun oor te stoppen. Zodat als ze dood zijn, dat ze dan, dat de mensen die hun lijk, hun stoffelijk overschot moeten afvoeren, die hebben in ieder geval een gouden ring. Nou, ik heb geen gouden ring. Ik wil dit. Ga me goed opletten. En ga me goed nadenken waarom ik dat wil. Hè? Want ik wil helemaal niet betalen voor mijn dood. Ben jij gek? Ik zie er hartstikke goed uit. Ik weeg altijd iets van 60 kilo. Nou, een deel daarvan, dat zijn botten en whatever. Dat kan je allemaal hierin stoppen. En wat je met mijn lichaam moet doen, is je moet me voor een deel ontbenen. Dat zou ik wel doen. En voor de rest moet je mijn botten kraken. Ja, ik ben toch dood, dus maakt mij tegen die tijd geen donder meer uit. Hè. En dan ga je gewoon mijn botten kraken. Dat kan je ook doen, gewoon met een machinaal gebeuren. Hè. En dan maak je gewoon prut van mij. En die prut, die flikker je dus in. Ja, van mij heb je dus 60 kilo prut. Ja, daar kan je echt wel een aantal emmertjes mee door. Hè? Ja, het is gewoon een kwestie van om goed te luisteren naar deze man. Dit is een mooie schoongemaakte fles. Er is verder geen enkel probleem mee. Dus om de vliegen te lokken. Ja, maar het wordt echt ontzettend spannend hoor. Dit is een manier om slachtafval. Als ik zo dadelijk dood ben, behandel mij als slachtafval. Doe er wat verstandigs mee. Ja, je kan me ook in de grond stoppen. En dan, ja, is ook goed. Vind ik ook leuk. Maar ik ga er niet voor betalen. Snap je nou? Je kan gewoon geld krijgen voor mijn vlees tegen de tijd dat ik dood ben. Want voordat ik dood ben, dat heb ik zojuist duidelijk gemaakt. Voordat je dood bent, moet je van mijn vlees afblijven en mijn botten. Maar als ik dood ben, ja, I don't effing care my own a-hole. We moeten wel vrolijk blijven. Deze man is echt een hele... Ik heb deze film ook bekeken. Ik weet niet of dit de beste madenboerderij is hoor, maar... Laten we maar even kijken hoe die man het afmaakt. Ik ga een beetje vooruit spoelen. Want dit duurt er echt even. En dan moet dat ding moet erin. En ja. Ja. Die slang die je ziet, dat is een stofzuigerslang. En die man die is in bezit van een boormachine of zo. Mooie gaten geboord. Geen enkel probleem. Even een beetje fast forward. Ook gaat allemaal meuk gaat erin. Nou, en dan, wat gaat er gebeuren? Ja, wat doen we dan? Daarmee? Ja. Nou,
dat doen we gewoon. Slachtafval in. Even kijken wat aan de kant jullie laten zien. Want een hond. Oh, daar heeft hij daar. Oh, okay, dat wordt echt spannend. Ik kan het je echt heel. Ja, kijk, dit is een hele goede methode, vind ik zelf. Dan heb je gewoon zo'n bak eronder in. Want je kan ook werken met bloem. Ja, maar dit vind ik wel een beter hoor. Zelf zou ik dat dan zeggen. Hè? Want tegen de tijd dat ik dood ben, heb ik er toch niks meer over te zeggen. Dus je kan beter nu maar luisteren naar hoe ik het jullie adviseer om op te gaan met mijn stoffelijk overschot. En maak er geen dure grap van. Hè? Maar ga er wat aan verdienen. Verkoop mij aan een madenboerderij. Even kijken. Deze dan. Dit is dan. Dit is deel 2. Zo dadelijk komen die maden eruit komen. Dus, dit is dan zijn dochter, mag ik aannemen. Die denkt: OMGVD, het stinkt nog steeds. Ja, dat heb je dan, maar. Het stinkt even, maar daarna heb je wel maden. Ga gewoon lekker door. En wat je ook nodig hebt is warmte. Dat is heel belangrijk, want vliegen in de winter, die vliegen alleen maar in de zomer. Wij mensen hebben er ook last van. Een beetje wintervakantie her en der. Maar het meeste vliegen wij in de zomer, maar dat doen de vliegen dus ook. Dus als ik overlijd in, weet ik veel, iets na mijn verjaardag of zo. Hoop ik maar. Of als ik voor mijn verjaardag overlijd, dan moet je gewoon snel zijn. Want is het toch warm? En dan kan je me onmiddellijk gaan opstoken. Maar stel, ik overlijd na mijn verjaardag. Dan moet je me gewoon choppen. En die plastic zakjes stoppen. En dan bewaren tot de zomer weer komt. Hè. En dan komen de vliegen. Kijk hem even naar dat meisje. En dat schoonmaakmiddel ding en dat leuke hondje. Hè. Een grappig hondje. Maar nu hoe het werkt dus. Hè. Hoe het dan... In actie. Dus ook, is dit diezelfde vent of zo wel? Dit is dus die de ontvangstkamer voor de maden. Nou, en zouden de kippen dat lusten? Even kijken. Oh, dit is weer met dit is met die bloem. Al die maden zitten in de bloem. In een zeef. En die kip die denkt van... lekker, lekker, lekker. Kip heeft ook niet in de gaten dat hij zo dadelijk zelf opgegeten wordt. Maar dat is een ander verhaal. Maar kijk eens. Kijk eens. Wat een mooie schone maden. Ja? En die kronkelen allemaal lekker... Oh, kronkel, de kronkel, de kronkel. Ja. Nou, in die ton, daar zat slachtafval. Hè? En deze kippenboer, die koopt dat slachtafval gewoon. Voor een dubbeltje de kilo of zo. Gewoon, maakt niet uit. Nou, mij hoef je niet te kopen als ik dood ben. Want dan heb je me gewoon. Maar dan moet je dit met me doen. En dan moet je van die mooie grote kippen maken. Dus dan hier zorgvuldige dieren. Ja. Hap, hap. In Groningen heette deze beesten ook niet een kip. Maar daar hebben ze die letters omgedraaid. Heette deze beesten een pik. Een piek. Nee, een piek. Een piek. Maar ze pieken de hele tijd hoor. En al die maden, zie je dat?
Hoppakee, hoppakee. Zie je al die maden? Nou, elke maden denkt van... Ik wil weg uit Auschwitz. Sorry voor die jodengrap. Maar Joodse humor is dat je toch lacht. En die maden zijn allemaal de lul. Maar wel lekker fris. Dus dan ga ik zo dadelijk dood. En dan stop je mij dus in zo'n ton. En dat kan niet in één keer. Dat kan ik je nou al vertellen. Want ik ga dus richting de 60 kilo. Ja, de 60. Als ik dood ben, ben ik misschien al 63 kilo. Weet je veel. Maar dan heb je dus 63 kilo. Ja, en dan moet je dan in stukjes... moet je dat aan die kippen voeren, hè? Is ook zo'n leuke, dan gaan ze ook zo'n madenboerderij dinges. Ik laat hem gewoon lekker doorlopen. Maakt het uit, was dit een beetje vervelend, dit een beetje saai. Een beetje al te gezellig. Waar zijn die maden? Ja. Hoppakee, ja. Allemaal gezeur dit. Vind ik dan. Kijk, dit is slachtafval. Kijk, hier zie je. Kijk, daar lig ik dan zo dadelijk, snap je? Ik zal hem even terughalen. Voor de duidelijkheid. Hè. Dus, dit ben ik. Dus, kom ik aan, hoor. Wacht even. Heb ik nou. Kijk, daar. Kijk, daar. Hè? Dat ben ik dan. Dat is alles wat je nodig hebt. En ik zou dus zeggen, je moet me eerst ontbenen. Dat zou ik wel doen, hoor. Ik zou het vlees scheiden van mijn botten. Want dan zijn die botten mooi kaal. En dan moet je mijn botten rammeren. Rammen. Met een hamer. Je moet mijn botten breken en dan maak je er één grote soepzooi van mij. En het ziet er ongeveer zo uit. Ik zou het nog iets meer stampen. Ik zou ook met teennagels. Misschien dat je met teennagels. Dat je die er los van uit moet trekken. En dat je die een aparte behandeling geeft. Dat je die eerst in het zoutzuur legt of zo. Of azijnzuur. Weet ik veel. Ja, daar ga je maar in verdiepen. Of je denkt, ach, laat die teennagels van Perry maar zitten. Die hebben we niet nodig. Dat vind ik ook goed. Maar haren, het haar wat ik tegen die tijd nog zal hebben en zoveel zal dat niet zijn. Ja, wat moet je daarmee doen? Ammoniak eroverheen. Misschien dat het dan nog een beetje geinig gaat ruiken voor de vlieg. Kijk hoe deze man vergaat. Hij heeft een ganzenboerderij. En een stelletje kinderen. Ik heb deze film helemaal uitgekeken, hoor. Waar gaat dit allemaal over? Waar heeft het over? Die vrouw is aan het koken. Ik vind het wel... Ik ben ontzettend pro-feministisch. Dat mag je eigenlijk niet zeggen tegenwoordig. Maar ik vind dus echt dat vrouwen aan het werk moeten. Vrouwen kunnen ook wel wat. Er komt een boodschapje hier binnenboord. Maar dat skippen we gewoon. Deze vrouw, die wat ze is allemaal doen. Gaat ze met die kip aan de slag? Wat? Ja, dat is die kip, denk ik. Ja, dat wordt wel lekker. Kijk, en dat moet je met mij doen. Er staat hierboven, ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Maar er staat een Maccat Dispenser. Free Chicken Feed. Geeft een kip, geef je gewoon een stelletje maden. Dit is er eentje, en dat is. Dit gaat om vissen. Dat kan je ook doen. Deze man die gaat dus maden maken voor zijn eigen om te vissen. Dan heeft hij gewoon dode vissen gebruikt. Dat is ook wel leuk, hoor.
Maar dat kan je met mij dus ook doen. Hè? En je hebt partij maden, jongen. En het enige wat je moet hebben, dat is forens, brasems. Want die lusten ze ook, hè. En dan moet je goed laten rotten. En dat moet je kijken, man. Dat vreet zichzelf helemaal kapot. Yeah, party time. Let's party like it is 1999. Nou, dat moet je met mijn lichaam ook doen. Ik heb er toch niks meer aan tegen de tijd dat mijn lichaam dood is. Use the shit. En dan een beetje fatsoenlijk AUB. Kijk eens wat het krioelt, man. Ja, deze man is een visser, dus die wil de stank eraf hebben. Dus die gooit er houtsnippers op. Vanwege de ammonia-lucht. Dat is ook trouwens erg belangrijk voor jullie om te snappen dat de tweede hoofdwet van de thermo... nog kippenbotten erin, oké. Dat kan ook nog. Ja, natuurlijk kan dat. Dat maakt het goed. Maar de tweede hoofdwet van de thermodynamica, namelijk dat alles afstevend op chaos, die klopt niet. Ja. Dat kan je ook al kijken, hoe mooi, man. Oh, wat prachtig. Zie je al die beestjes erin? Oh, oh. Ah, ik heb dus een probleem hier op mijn Mac. Even kijken wat ik snel op kan lossen. Voor hetzelfde geld lukt dat. Je weet het niet. Even kijken hoe snel het duurt. Ik ben zo klaar. Hoor. Even kijken hoeveel er vrij is. Ja, 70 gigabyte. Oké, probleem voorbij. Hoppakee. En waar waren wij? We waren hier. Hoe maak je nomaden? Nou, kijk, dan neem je Perry voor. Ja. Maar dan niet Perry eerst choppen natuurlijk. Hè? Zoals die levende krab. Dat hou ik niet van. Hè? Maar als ik dan toch dood ben, dan stop me in zo'n emmer, man. Deze lul is alleen maar een visser. Ja, ik bedoel lul als positief. Hè. Dan gaat hij kijken of hij met zijn maden ook vissen kan vangen. Ja, je kan met die maden ook vissen voeren. Even kijken of je kan vinnen. Feed. Fish. With. Ik doe het gewoon verkeerd. Ja, with baggers. Maar dan. Deze was het. Dat was een leuke film, ja. Want dan gaat hij ook laten zien hoe hij dat... Dit is een andere man. Die heeft dus een andere constructie. Dan moet je zelf maar even kijken wat je nou de beste constructie vindt. Want deze vent die gebruikt alleen maar eco-spul. Dus hij heeft niet zo'n echte emmer gekocht of zo. Maar dit was over. Dit is een witsel-emmer. Een kopje witsel. Ook ontzettend gezeur natuurlijk om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dan gaat hij gewoon lekker weer door. Dan gaat hij allemaal uitleggen hoe dat moet. Nou, ja, van die tie wraps heb je dan weer. En dan, die meuk moet erin. En dan heeft hij hier van die pasta. En dan gaat hij het allemaal vastlijmen. En deze man, als ik het wel heb, op zijn Duits gezegd, die gaat de vissen voeren. Even kijken of ik aan het einde kan gaan. Hij heeft ook mooie handschoentjes aan, dat is allemaal prima. Ja. Nou, dit is weer de bloem. Dus die maden moet je opvangen in de bloem. Dat schijnt belangrijk te zijn. Ik weet echt niet waarom, maar... Ja, dat zeggen ze dan. Kijk, dan hou je die maden over. Ja? Ja. Krioel, 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 krioel. Dan gaan we weer verder. Al die maden verzamelen. Kijk, nou, dan gaat hij hier. Is wel een landeigenaar, hoor. Dan moet je eens kijken wat hij doet. Hij trekt een ding open. En dan die maden erin. En nou, dan moet je even kijken. Hoppa. Mooie visjes, hè? Hap, hap.
Hap, hap. Even nog meer hoor, er zijn nog meer maden. Komt er nog een visje aan? Ja, ja. Ja, ja. Het lijken wel tijgerforellen of zo. Wat zijn dat voor beestjes? Ze worden er wel groot van. Hoppa, nog eentje. Lekker joh. Gratis snackbar. Hoppa, nog één. Ja. Oh, nog een paar erbij. Kijk, dit kan je dus met mij doen. En wat je dan overhoudt, dat zijn een stelletje kippen en een stelletje tijgerforellen. Of hoe heet het, deze beesten, weet ik veel. Ik zeg maar wat hoor. Maar dit kan je toch heerlijk... Ja, ik weet niet, maar ja, dat kan je gewoon op internet tegenwoordig. Vroeger had je dus receptenboeken. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer, dan heb je alles op internet. Ja, dan kan je op internet gewoon even opzoeken. Hoe eet je dit spul op? Qua dier dan, hè? Hoe doe je dat? Oh, hier gaat even een blooper. Wat is dit dan? Even kijken. Ik ben toch nieuwsgierig samen met jullie. Jullie willen ook weten wat gaat hier dan mis. Dit is dan het uitschudden van die bloem. En waarom die bloem nodig is, dat weet ik ook echt niet. Maar dat zal heus wel een reden hebben om die maden op te vangen. Misschien om te voorkomen dat ze gaan poppen. Weet je, dat het ding is. Misschien is dat wel. Maar dat mag je met mij doen. Even kijken wat dit is dan. Ook weer een ander ontwerp, neem ik aan. Ja, deze heb ik nog niet gezien. Oh, dit is interessant. Deze ken ik nog niet. Dit lijkt me ook een hele handige. Kijk, daar is die rotzooi. Dat ben ik dus, hè. Meuk. Gewoon, ja. Dus, alles gewoon, mijn vlees gewoon eerst eraf snijden. Dan die botten allemaal breken. Mij verbouwen tot een onherkenbaarheid. En dan de vliegen uitnodigen. Ja. Dat is een beetje het begin. Ja, en dan krijg je, oh, hier is een emmer. Oh, dat vind ik wel duur. Ja, dat is wel weer heel erg duur wat hij nou weer doet. Maar dat is een echte emmer. Maar oké, dat hoef je van mij niet te doen. Misschien heb je nog zo'n emmer over. Maar je hebt allemaal van die dingetjes die je moet doen. En dan moet er een gaatje in. En, jeetje man, wat een werk. Ja. Maar kijk, als je dat met mij hebt gedaan... Dan heb je gewoon de hele business draaiende. En dan het volgende stoffelijke overschot. Ja, dat kost je helemaal niks. Dan heb je dat plastic, dat bederft niet. Dat snap je toch ook wel, hè? En die vliegen, die komen alleen maar als er een rottend vlees ligt. Dus ja, als ik op een gegeven moment opgerot ben. Dat is trouwens wel een aardige grap. Hè? Maar op een gegeven moment stink ik niet meer. Ja, dan ben ik op. Hè? En dan komen de vliegen niet meer. En dan heb je niks meer aan mij. Dan ben ik niet meer de stinkende rijke. En dan, ja, dan moet je gewoon een nieuwe erin stoppen. Ja, die takjes schijnen er dus in te moeten. Ik snap echt niet waarom, maar het is ook mijn probleem op zich niet. Want ja, ik ga niet morgen dood, snap je? Ik hoef jullie niet voor morgen te vertellen hoe je het moet doen. Je kan het wel uitzoeken. Je hebt nog wel even de tijd om te bepalen hoe je het moet doen. Dus deze man, even kijken, hoe loopt dit af? Hoe gaat hij dat verder doen? Dat heb ik nog nooit gezien. Als we even leuk, even stilstaan. Zijn t-shirt. Wiskunde is moeilijk. Math is hard. Ja, zo is het. Dat is echt waar. Dus, wiskunde is een van de lastigste dingen om echt goed te doen. Manager bijvoorbeeld, dat doet iedereen wel een beetje goed. Je moet gewoon een grote bek hebben en everybody afzeiken. Dan gaat al het manager. Het enige wat je als manager kan overkomen is dat je ontslagen wordt. Maar dan krijg je een ontslagpremie van €150.000 of iets meer.
Wat zal het je uitmaken? Hoe loopt dit af? Wat zijn we hier aan het doen? Een of andere fietsband wordt aan een ding gehangen. Ik wil echt deel 2 zien. Oké, ja. En hier gaat die meuk dus in. Ja, nu deel 2. Want ik wil hier toch wel een beetje uitleggen. Want Maggot Production is een hele flauwe, sorry. En dit is dan de volgende. Wat is niet echt. Oh ja, oké, dan gaan we deze dan even dan. Dit zal hem wel zijn dan. Alejandro Eriksson. Ja, dit moet hetzelfde zijn. Ik zal hem iets groter maken. Dat is wel leuker voor jullie. Kijk hoe het afloopt. Toch leuk, want ik wil helemaal niet dood of zo. Ik ben doodmoe van jullie. Dat is wat anders. Aan al die doodsbedreigingen. En als jij niet. Nou, dan ruk ik je kop eraf. Die heb ik gewoon zo'n beetje elke week. En dan zeggen mensen tegen mij ook nog om het gewoon erin te wrijven. Ja, dat komt omdat jij zo stom bent. Nou, in die zin vind ik het helemaal niet erg om dood te gaan. Maar wat ik niet wil, is dat jullie de dupe worden van mijn dood. Dus je moet me gewoon, kijk, moet je van die handschoentjes hebben, dus kennelijk. Even kijken hoe die dat gaat doen. Hoor. Nou, wat heeft hij dan gevangen? Van een onsje periwinkel. Het is gewoon 1 ons periwinkel. Je moet, als ik zo dadelijk aan de andere kant van de heg lig. Ontbenen, botten breken, inclusief de schedel, maakt me niet uit. Mijn tanden, die kan je misschien beter trekken. Want daar kan je waarschijnlijk nog iets mee doen. Als je die gewoon laat slingeren. Die kan je misschien dan wel verkopen. En mijn gebroken botten, daar zit dat bottenmerg zit erin. Nou, dat vinden die vliegen, malen, eitjes, hoe heet dat? Die vinden dat reuze. Die vinden dat geweldig. En daar kan je gewoon poen van maken. Dan kan je mij opvoeren op een eco-manier. Dus niet zeuren over het feit dat ik, als ik zo dadelijk de pijp uitga, niet genoeg geld heb voor een begrafenis à la Maxima. Nee, dat zeg ik fout. À la, hoe heet dat nou, die schoonvader van Maxima. Dat wilde ik zeggen. Maar toen die schoonvader van Maxima, toen die dat kostte een patiënten. Hè? Dat hoef je met mij niet te doen, hoor. Echt niet. Er is geen enkele reden voor. Je moet me zien als een win-win situatie. Want het is mooi dat ik dood ben. Heb je tenminste 60 kilo niet uitgebeend, weliswaar, maar vlees, 60 kilo, 55 kilo, ja, weet ik veel wat ik ga wegen tegen de tijd dat ik de pijp uit ga. Maar die hersenen van mij, daar moet je een partij malen van kunnen maken. Dat wil je er zelf niet geloven, man. Dat kan echt wel, hoor. Dat lukt wel. En mijn ogen. Hè? En mijn tong. Wat dacht je van mijn tong, man? En mijn oren. Oei, mijn oren. Dat vinden ze heerlijk. Maar dan moet je mijn oren wel een beetje opsnijden, zou ik zeggen. Want anders duurt het zo lang. Je moet mijn oren een beetje snijden. Dat die rot er echt goed in komt. En dan komen die vliegen wel. En dat moet je dus pas doen in de zomer. Dus als ik in het najaar overlijdt,
Dan moet je nog steeds gewoon uitbenen en een chopper. Ja. En dan stop je me gewoon maar in zakjes. En dan 100 gram per keer of zo. 200 gram, 300 gram. Ja, het is nogal nouveau wat ik nu zeg. Hè? Dus nieuw is dat. Dus ook heel erg nieuw dat je als Nederlander een beetje Frans kan. Hè? Maar het is heel erg nouveau natuurlijk om het op deze manier op te lossen. En hoeveel porties per keer? En hoe zwaar is een portie? Ik denk een ons of zo. Met mijn lichaam moet je toch een madenboerderij minimaal een half jaar draaiende kunnen houden. Ik schat het hoor, dat is gewoon een gokje. Misschien 3 maanden, maar ja, weet ik veel. Maar in ieder geval langer dan een maand. Je moet vooral mijn botten moet je hakken. Die moet je echt chop, 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 chop. En niet koken. Gewoon laten rotten. En dan komen die vliegen, die komen vanzelf. En dan krijg je die maden en dan hop, lekker visjes. Of kippen. Wat je maar wil. Gadverdamme, hoe ziet dit eruit? Dit is echt smerig. Maar misschien is dat nodig. Hebben ze het nou weer gedaan? Ik heb deze film niet van tevoren gezien. Hè? Dus, ik zag wel net een insect omhoog kruipen, maar... Ik kwam er even bij. Wat doen ze allemaal, man? Wat is dit dan? Wat een meuk. Oh, daar zitten die maden allemaal in. Ja. Ja, dit kan ook. Ja, kijk, tegen die tijd dat ik dood ben, maakt het me toch niks uit wat je met mijn lichaam hebt gedaan. Als je er maar. Ja, maak er gebruik van. Bij mijn leven. Heb je waarschijnlijk wel in de gaten dat ik dus nog niet dood ben. Ik praat, dus ik besta. Maar niemand luistert naar mijn geest. Ah, dat is ook niet waar, maar... Niet heel veel mensen luisteren naar mijn geest. Hè? Maar als ik zo dadelijk dood ben, dan heb je mijn lichaam over. Ah, doe daar wat mee. Ik vind het allemaal niet erg hoor, dat mensen denken van Perry Winkel, die is gewoon knettergek. Bij leven was hij dat al. Maar zo dadelijk heb je dan die meuk over. En wat ik niet wil, is dat er iemand... Sorry van mijn hik. Dat er iemand zegt van Perry Winkel was dat nummer van... Oh, daar pak je me even bij. Pak hem, dat lukt wel. Daar is hij. The Temptations. De Verleiders. Even kijken of die hard genoeg is. En dan deze moet aan. Dit nummer is in B mineur. En dat is ook het enige akkoord. Alleen maar B mineur, meer niet. Dus die gitarist die je hier hoort. Tjak, 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 tjak. Het is alleen maar B mineur. En die Donald trompetist. Gaat helemaal uit zijn dak. En die bassist, die is lekker cool, hè? Nu hoor je violen.
het is een hele mooie compositie hoor. En de tekst is vooral zo goed. Dat sprak mij in die tijd, want ik was, toen ik dit nummer hoorde, was mijn vader, die was, ja, was hij toen pleiter of was hij er nog? Weet ik niet. Ik had toen een oude radio. Mooi, hè? Nou, komt ie. Ja, ja, man. I was a rolling stone, man. He laid his hat, was a home. When he died, and he left, as was alone. Kijk, daar gaat het me om. Kijk, ik laat geen lening na. Als ik zo dadelijk dood ben, ik wil geen gejank op mijn begrafenis. Dat is misschien moeilijk voor sommigen, maar dat wil ik niet. Ik wil dat jullie blij zijn dat ik eindelijk opgerot ben. Want daar zeurden jullie toch altijd over. Van, oh Perry, jij bent zo'n ontzettende pijn in de... Jij bent zo'n ontzettende pijn in de aars. Dan zeg ik het netjes op zijn Nederlands. Dat wordt altijd tegen mij gezegd. Dus als ik zo dadelijk dood ben, moeten jullie ontzettend gaan lachen. En allemaal champagne gaan kopen van je eigen kutgeld. En gaan we toasten op mijn dood. Want je had toch zo'n moeite met mijn leven? Nou, bij deze. En ophouden ermee. Want ik heb totaal genoeg van het gezeik tegen mij over mijn zogenaamde genialiteit. Of ja, je bent de profeet en daarom gaan we je killen. Ik ruk je kop eraf. Ik sla je bril van je kop. Jongens, wie wilde er in de madenboerderij? Ik of jullie? Denk daar eens over na. Hakels. Ja, dat was niet tegen jullie luisteraars natuurlijk, maar in het algemeen. En ik laat geen lening na als ik sterf. En als iemand beweert, ja, Perry Franciscus Martinus Winkel is dood, maar we krijgen nog 10.000 euro van hem. En zijn dochter Nina Elisabeth Wilhelmina Winkel, die moet dat gaan ophoesten. Nou, die vent, die moet je gewoon met een Luca of een Walter P22 gewoon voor zijn kop schieten. Of je hangt hem op. Of je geeft hem een vijg met kaliumcyanide erin of zo. Want die man die lult uit zijn nek. Ik heb geleefd en ik ga dood. Dat is en was de afspraak. En voor mijn begrafenis ga ik niet sparen. Ik heb spullen. Ik heb een hele mooie Rickenbacker basgitaar. Een hele mooie Fender Stratocaster. Een prachtige semi-akoestische Ibanez gitaar. Ik heb een echte akoestische Spaanse gitaar. Een klassieke gitaar. Die kostte toen met korting 240 gulden. Dus dat ding, dat is momenteel 800 euro waard. Dus je moet over mijn dood niet zeuren. Ik zal dat ook niet doen. En ik sluit af met een tekst uit de Bijbel. Uit het boek Openbaring. En vraag me nu niet waar het precies staat. En ik parafraseer. Het moment van mijn dood is het moment waarop ik niet hoef
niet meer hoef af te wassen. Het moment van mijn dood is het moment waarop ik mag stoppen met werken. Het is een beetje, eigenlijk is het leuk. Voor mij als ik de pijp uitga. En dat wilde ik gewoon even zeggen. Nou, ontzettend leuk dat jullie dit naar het einde toe hebben afgeluisterd. En ik hoop dat jullie dit konden dragen over dit moeilijke onderwerp van de dood. En dat jullie ook kunnen begrijpen dat ik daar niet een probleem mee heb. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat is dan maar zo. En dat komt om, ik heb gewoon geleefd. Ja, ik ben er in mijn optiek, in mijn eigen opzicht, ben ik een gelukt mens. Een gelukkig mens. Ik heb van alles meegemaakt. En ik moet nog meer meemaken, dat weet ik wel. Ik heb nog een appeltje te schillen met een aantal mensen. En dat zal de Heren, dus onze Vader, heet hij ook wel, die zal mij die tijd wel gunnen. En voor de rest kan iedereen de pot op. En nee, ik ga geen gouden ring in mijn oor doen, zodat jullie jenever kunnen drinken op mijn begrafenis. Door je gaat mijn hele huis maar leeg roven, je verkoopt mijn bank maar terug aan die Turken. En dan ga je daar maar van slapen. En mijn vlees, dat flik je gewoon in de malenboerderij. En dan lekker kippenvlees eten. Dan denk je nog een keer aan mij als je dat lekkere kippenpootje in je mond stopt. Dan denk je van, dat is lekker. En dat heb je dan aan mij te danken. Aan mijn dood. Zoals Jezus heeft gezegd, het is noodzakelijk dat ik verdwijn. Want als ik niet verdwijn, dan kan ik de Heilige Geest niet sturen. Aan de andere kant, als ik verdwijn, dan zal ik hem sturen. En dit is niet mijn tekst, die tekst is van Jezus of Christus Jezus, de gezalfde Jezus. Maar je dood is niet zo'n punt. Je leven is een punt. Daar is het waar het om gaat. Nou, hartstikke fijn dat jullie het geluisterd hebben. Voor de tweede keer zeg ik het nou. Ik vind het toch wel leuk. Maar om het af te sluiten, op zijn hamburgers moet dat dan. Daar heb ik dus. Jullie moeten ook luisteren naar mijn zendung. Die zendung met dem Jürg Gliesman. Den Deutscher. Die komt uit Hamburg. Luister daarna. Een bijbelgelovende christen. Dat is Engels. Bible Believing Christian. Hij is een man en die weet dat met de Bijbel is gevoeteld. En gevoeteld, dan denk je gelijk van, Perry, ben jij een putenlaander of zo? Ja, want voetelen, dat is Limburgs. En Limburg wil ik ook gelijk afkoppelen. Laat me zitten, die meuk. Limburg geven we terug aan België. Of Luxemburg of zo. Weg met die handel. Nederland moet echt ontzettend verbouwd worden. Ja, maar dat is een ander verhaal, daar ga ik het later wel over hebben. Maar voeteren, er is met ons gevoeteld. En er is met de Bijbel gevoeteld. Het is gespeeld met onze voeten. En als het. Dat was nodig. Dat is de antichrist die dat gedaan heeft. En na de komst van de antichrist duurt het 7 jaren, 7 tijden, mag je ook zeggen. Want dat is een profetische uitspraak, dus we weten niet precies waar het over gaat. Het was maar een mens die dat gezegd heeft. Een profeet. Maar als de antichrist gekomen is, dan duurt dat 7. En dan komt Christus terug. En dan krijgen we een nieuwe aarde
en een nieuwe en een nieuwe hemel. En voor de rest kan iedereen de pot op. Vooral Sinterklaas. Het is Sinterklaas geweest. Hoe ging dat liedje ook weer? Van, oh, wat zal die stinken? Zet hem op de pot. Het ging over Sinterklaas. En dat mocht je niet zingen, want als de lerares of de leraar of iemand dat hoorde, die was er van foei, 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 baba. Oh, wat zal die stinken, zet hem op de pot. De beginregel weet ik dan niet meer. Ik weet alleen maar de overtreding. Maar er is geen vicarius deu, deu, dei, dei. Die is... Die is er niet. Mensen kunnen wel doen alsof hij er is, maar hij is er niet. En Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. En dat was het. En daarna heb je allemaal gezeik gehad. En weet ik wel, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, economische crisis, nieuwe wereldorde. Vaccinatieprogramma's met biocide erin. Daar ga ik het ook nog een keer over hebben. Over de essentie van vaccinaties. Maar dat komt de volgende keer wel. Ja. Het belangrijke is dat Jezus gestorven is voor onze zonden aan het kruis. Begrijp dat. Dat is een. Je kan natuurlijk zeggen. Ik heb daar geen YouTube-film van. Nog een ooggetuigenverslag. Dat betrouwbaar oogt. Heb je natuurlijk gelijk in. Aan de andere kant is het wel zo. En dat bedoelt Sigmund Freud met het opheffen van je, of het vermoorden, het killen. Van je superego. Sigmund Freud, dat was een Joodse man. Was een filosoof en een psycholoog. En die is heel veel bezig geweest met. Ja, niet alles is denk ik even tof. Maar dat maakt niet uit. Maar wat Sigmund Freud zei over je superego. Je schuldgevoel. Is dat? Van, oh, ik doe het niet goed. Ja, je doet het wel goed. Lul, tuthola. Je moet alleen opschieten. Je moet op tijd zijn. Je moet voortmaken. En het kan ook zijn dat je veel langzamer moet gaan. Want door je tempo in te houden, juist dat kan de winst opleveren. Op tijd zijn is het belangrijkste. Gebruik je leven, want je hebt er echt maar fucking één. Als jouw gedachte, jouw manier van leven, jouw geest opnieuw ontstaat, dat zal waarschijnlijk wel, hopen we maar, hè? Dat je een gezonde manier van denken hebt. Maar dan ben je een nieuw mens. Dan heb je niet meer hetzelfde als je het nu hebt. Je hebt maar één leven. Dus reïncarnatie. Het is een leuke gedachte. En dat klopt ook wel. Het is helemaal niet ontzettend slecht of zo. Maar ga er niet vanuit dat je vanwege je reïncarnatiegeloof, dat je er maar op los kan leven. Want dat is niet zo. Dus de echte afsluiting. Op zijn hamburgers. En ze Duits, Sakiga, tjus en dag lieverds.